Hey, leuk dat je er weer bent. Het is weer tijd voor een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een soort van herfst nail art voor jullie. Het is eigenlijk een beetje zo'n Thanksgiving nail art. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon voor de herfst gebruiken met die leuke pompoenen. En hier op deze twee zie je ook dat er zo'n ruitjespatroon op de ondergrond zit. Ik heb dat heel subtiel gedaan, dat vond ik juist wel heel erg leuk. Maar deze nail art heeft me echt al bloed, zweet en tranen gekost. Ik ben hier al super lang mee bezig geweest, alleen om deze voorbeeldjes te krijgen. Ik heb dit namelijk gedaan met de reverse stamping techniek. Dus dat je dus een stempel oppakt, dan kleur je hem in en dan doe je hem op de nagel. Dus al deze pompoenen heb ik allemaal apart steeds gestempeld. Het is gewoon één patroontje dus, één zo'n pompoentje. En die heb ik dus in verschillende kleuren steeds opnieuw erop gestempeld. Ik gebruik die techniek niet vaak. En dat is om één reden, omdat ik het gewoon veel te veel gedoe vind. Ik vind het altijd heel lastig. Dan moet je eerst die stempel oppakken. Dan moet je hem weer helemaal gaan inkleuren. En ik vind het ook altijd lastig om dan die stempel weer mooi op de nagel te krijgen. Het mislukt bij mij ook regelmatig. En bij dit voorbeeldje is het ook een paar keer mislukt dat ik weer helemaal opnieuw moest beginnen. Dus ik heb er echt ook nog even over getwijfeld of ik hier wel een video over zou maken. Maar ik vind het resultaat zo leuk geworden dat ik dacht, ja, ik moet deze video gewoon maken. En ik moet dit gewoon laten zien. Ik ga het dus proberen. Ik ga één voorbeeldje maken. Ik ga het mezelf niet al te moeilijk maken. Maar ik wil wel een combi maken van al deze patroontjes. Dus ik ga in ieder geval ook die ruitjes laten zien. Ik ga dat tekstje laten zien. En ik ga één of twee pompoenen stempelen. Dus laten we hopen dat alles goed gaat. Doe nu alvast even je duimpje omhoog als support. Zou ik super leuk vinden. En dan gaan we nu snel beginnen met de nail art. Voor deze nail art heb ik twee basiskleuren gebruikt. Twee gel polishes van Loveness. De ene is Holy Nude. Dat is die mooie nude tint. En dit is Dried Herbs. En dat is dus deze groene kleur. Hier zit nu één laagje op. En ik ga nog een tweede laagje aanbrengen. Ik vind het echt een heel mooi kleurtje. Ik heb hem al veel gebruikt de afgelopen tijd. Veel in combinatie met van die leuke herfst nail art met die takjes. En volgens mij heb ik hem ook al vaker in een video gebruikt. Maar ik vind het gewoon een hele mooie kleur. Deze hard ik uit in de lamp. Jullie weten inmiddels dat ik het fijn vind altijd om op een matte topcoat te stempelen. Dus ik breng tussendoor even deze matte topcoat van Moyu aan. Hiervan breng ik gewoon één laagje aan. Die hard ik uit in de lamp. En dan wordt de nagel mat. Voor deze nail art heb ik weer een Fall in Love stempelplaat van Moyu gebruikt. En dit is plaat nummer 11. En dit is dus eigenlijk een beetje zo'n Thanksgiving plaat. Er staan een aantal van die patroontjes op met eten, kalkoen. Wat staat er allemaal op? Cutie pie, bless, thank you, leuke teksten. Gift thanks. En dan hier zit ook dat ruitje. En hier staat de pompoen die ik heb gebruikt. En dit is ook dat ruitje. En die ga ik nu eerst doen. Dus dit is die mooie groene kleur. En daar heb ik dan met deze kleur overheen gestempeld. Dat lijkt heel erg veel op elkaar. Je ziet het wel. Ik weet niet of jullie het op de camera... Ja, je kan het wel zien. Kijk, je ziet het gewoon heel subtiel. En dat heb ik hier ook gedaan met die nude kleur. En daar heb ik deze weer overheen gestempeld. Dit is trouwens Himalayan Salt. Dit is Pink Clay. Dit is echt een van mijn favoriete stempelkleuren. En dit is Olive Tree. Vind ik ook een hele mooie kleur. En die ga ik nu dus hier over die groene nagel gebruiken. Nou, jullie zien dat natuurlijk dit plaatje weer veel te klein is voor deze nagel. Want dit is echt weer zo'n extreem lange nagel. Dus ik moet hem in twee keer erop gaan stempelen. Dus dat ga ik je ook even laten zien. Maar ik breng nu dus de stempellak aan hier op dat patroontje. Ik ga er met de schrapen overheen. Ik gebruik de stemper van Moyu, die doorschijnende. Vind ik echt een hele fijne. Kun je goed doorheen kijken. En die duw ik nu zo hier op de nagel. Ik probeer hem zo hoog mogelijk te doen. Mooi zo tegen dat randje aan. Dat je al zoveel mogelijk van de nagel bedekt. Maar goed, nu kom ik nog maar tot de helft zoals je kan zien. Dus ik moet hem gewoon nog een keer stempelen zodat hij aan de onderkant ook nog komt. Dus ik maak de plaat even weer schoon. En dan doe ik nog een keer precies hetzelfde. En nu is het wel de truc om hem een beetje mooi aan te laten sluiten. En zeker met zo'n ruitje valt dat natuurlijk wel op. Nu ga ik wel daar in het midden die pompoen zetten met die tekst. Dus als het goed is ga je het niet super goed zien. Maar je wilt wel dat het een beetje uitkomt. Dus je moet even goed kijken. Ja, ik denk niet dat jullie het kunnen zien. Maar ik ga even goed mikken. Dat hij ongeveer mooi uitkomt. Ja, nee. Nu is hij mislukt. Hè? Nou, ik laat hem denk ik even zo. Ik tikte per ongeluk de nagel al aan. Dus er zat hier al een stukje. Ja, toen moest ik hem erop doen.
Maar hij sluit hier dus niet mooi aan. Oké, dus even mislukt. Maar ik ga het gewoon zo laten. Jullie snappen het idee. En misschien als zo meteen die pompoenen hier overheen zitten, ga je het denk ik niet eens zien. Ik ga nu eerst het vlekje maken waar ik die tekst op ga zetten. Ik denk dat ik weer gewoon blaster op ga doen. Ik ga hem gewoon een beetje hetzelfde maken als die. Maar dan net even met die andere kleuren. Dus net andersom. Ik gebruik nu dus die Holy Nude. Die lichte nude kleur. Om dat vlekje te maken. En ik ga hem denk ik ietsje lager zetten. Zodat ik die pompoenen precies over dat mislukte stukje heen kan zetten. Soms moet je een beetje creatief zijn als het mislukt. Als dit nou natuurlijk bij mezelf of bij een klant zou gebeuren. Ja, dan begin ik natuurlijk gewoon opnieuw. Maar ja, bij een klant hoef je dit eigenlijk nooit zo dubbel te stempen. Dus dan heb je eigenlijk al niet eens echt dat probleem. Zo, nou, ik doe hier dat vlekje. Dit hard ik even uit in de lamp. Dan doe ik er denk ik weer even een matte topcoat overheen. En dan gaan we de andere stempels erop zetten. Oké, nu ga ik dit tekstje met Blessed erop stempelen. Hij staat nu op zijn kop. Maar ik vind het altijd fijn om die kant op te schrapen. Zodat je niet meteen heel die, al die andere plaatjes op je stemper hebt zitten. Dus ik gebruik de zwarte stempellak van Moyo hier gewoon voor. En ik heb hier mijn nageltje met een matte topcoat. En als je goed kijkt dan zie je dus dat hier tussen dat streepje zit. Waar het even misging. Maar ik denk dat je er zo meteen niks van gaat zien. Want ik denk dat precies die pompoenen daar overheen kunnen gaan. Ja, ik ga nu eerst die tekst in dat rondje stempelen. Dat doe ik dus met die zwarte stempellak. Ik ga er overheen met de schraper. Ik pak hem op. Ik haal gauw het overtollige weg. Zo. En die past precies hier mooi in dat rondje. Voilà. En nu ga ik dus hieronder nog twee pompoenen maken. Nou. Op hoop van zegen, laten we hopen dat het gewoon allemaal goed gaat. Ik ga je proberen te laten zien hoe ik dat dus doe met dat reverse stamping. Ik breng eerst de zwarte stempellak aan hier op deze pompoen. Dan ga ik er met de schraper overheen. Ik pak hem op met mijn stamper. Dan haal ik het overtollige weg. En dit is nu eigenlijk gewoon je kleurplaatje. Dus deze ga je nu inkleuren. En dan komt hij mooi gekleurd op de nagel. Dat vond ik in het begin een beetje lastig. Je moet even goed kijken hoe je dat kan en wil doen. Sowieso moet je eerst een heel klein beetje zwart gebruiken. Dat doe ik met een heel klein mini dotting tooltje. Klein beetje zwart pak ik op. En dat is voor het steeltje. Want dat steeltje is niet helemaal ingekleurd zwart. En ik wil die juist wel zwart hebben. Dus dat moet je als eerste doen. Want dat zit op de ondergrond. En je moet echt opletten, want als de stempellak een beetje droog is, dan kun je echt het hele plaatje ermee aftrekken. Dus je moet het heel voorzichtig aanbrengen. En op die groene moeten deze twee kleuren pompoen komen. Op zich zou je ook wel een groene erop kunnen doen, maar dat valt niet zo op. Dus ik begin met deze, denk ik. Die doe ik onderop. Daar breng ik ook een kloddertje van aan hier op mijn stempelplaat. En dan heb ik een klein nail art penseeltje wat ik gebruik om hem in te kleuren. Je kan dat eventueel ook met die dotting tool doen. Maar dat ging er net ook al een paar keer mis bij mij. Toen trok ik ook per ongeluk al een paar van die lijntjes mee. Dus je moet hem nu gewoon voorzichtig inkleuren. Je kan gewoon heel dat pompoentje dan doen. Zolang je in ieder geval maar binnen die buitenste lijnen blijft. En je kleurt hem nou in. Het ziet er heel raar uit. Maar omdat die zwarte lijntjes aan de andere kant zitten. Aan de bovenkant zeg maar. Ga je dat zo meteen wel gewoon heel goed zien. Ik zal hem zo meteen omdraaien, dan kun je dat zien. Zo. Nou, het ziet er zo heel raar uit. Maar let op als ik hem omdraai. Kijk. Dan zie je mooi die pompoen en al die accentjes in dat zwart. Dus dat ziet er al super mooi uit. En nu is het net een paar keer misgegaan. Toen wilde ik hem meteen erop stempelen, ging hij helemaal glijden. Ik heb het eerst ook nog gedaan met een topcoat eronder die ik had uitgehard, maar waar wel een plaklaag op zat. Want ik dacht, dan blijft hij goed plakken. Maar ook toen ging hij een beetje glijden. Dus ik heb nu inmiddels een paar keer geoefend. Want ja, je hebt gezien hoeveel pompoenen hier al op zitten. Dus na een aantal keer oefenen ben ik erachter gekomen dat ik het beste gewoon een beetje kan laten drogen. Dat de nagellak, de stempellak niet heel nat meer is. Dat hij een klein beetje plakkerig is. Ja, en dan gewoon voorzichtig aanbrengen. Dus als het goed is, zou die nu moeten lukken. Ik heb er ook een paar keer tegenaan geblazen.
Als je er een klein beetje tegenaan blaast, dan wil die ook wel even iets sneller drogen. Nou, ik ga het gewoon proberen. Ik zet hem hieronder. Oh, ik hoop echt dat hij goed gaat. En dan duw ik hem erop. Ja, en dan moet je eigenlijk even voorzichtig kijken. Als je nou twijfelt, til hem dan voorzichtig op. Ja, hij plakt daar nog een beetje. Die kant was los. Ja, hier in de hoek plakt hij een klein beetje. Oh ja, dat is meer het losse stukje. Oh yes, het is gelukt. Hij zit erop. Oh, het steeltje. Even goed plat duwen. Ja, er zit hier natuurlijk ook een klein hobbeltje van dat rondje wat ik gemaakt heb. Maar in principe zit hij er goed op. Oh, gelukkig. Wat je nu kan doen is voor de zekerheid een extra topcoat aanbrengen. En ik denk toch dat ik dat ga doen. Dan breng ik er nu een topcoat overheen. Dan zit dit alvast helemaal ingeseald. Want stel je nou voor dat die volgende toch nog misgaat, dan moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. Dus ik ga hier nu voor de zekerheid even een extra laagje van die matte topcoat overheen doen. Dan hoef ik me hier in ieder geval geen zorgen meer om te maken. Oh, ik ben echt blij dat die in één keer gelukt is. Maar goed, ik heb dus ook al heel veel geoefend. Zo, dit hard ik even uit in de lamp. En dan ga ik zo meteen nog die andere pompoen daarnaast zetten. Nou, en die andere gaat weer op precies dezelfde manier. Ik pak dus eerst die pompoen op. Breng de zwarte stempellak aan. Ik ga er met de schraper overheen. En ik pak hem op. Ik haal het overtollige weg met mijn duim. Zo, en dan hou je dus weer mooi dat pompoentje over wat we gaan inkleuren. En nu heb ik die andere kleur nodig, die Himalayan Salt. Dus daar breng ik ook een kloddertje van aan. Je zou dat eventueel ook wel zo met het kwastje erop kunnen doen. Maar dan is het echt te dik en dan blijft het te lang nat. En ja, dan lukt het eigenlijk niet zo goed. Je moet het heel dun aanbrengen, zodat het eigenlijk toch wel wat makkelijker kan drogen. Nou, dan doe ik eerst er een klein beetje van die zwarte stempellak voor dat steeltje. Dat breng ik hier voorzichtig aan. Dan is dat steeltje meteen mooi zwart. En dan pak ik met een fijn penseeltje pak ik weer die kleur om hem in te kleuren. Dus dat doe ik op dezelfde manier. Voorzichtig. Ik sla nog even dat steeltje over, want dat is nog een klein beetje nat. Het is best wel een gedoe, maar het ziet er uiteindelijk wel heel leuk uit als het af is. Zo. Nou, ik denk dat hij zo goed is. Dus dit ziet er weer heel raar uit. Maar als ik hem dan omdraai, ja, dan ziet het er echt heel realistisch uit. Echt heel mooi. Dit laat ik weer heel eventjes drogen. Dan maak ik ondertussen mijn plaat even schoon. Er zijn ook al heel wat van die wijpjes doorheen gegaan. Ik heb zo vaak alles schoon moeten maken en opnieuw moeten beginnen. Dus ik hoop echt dat jullie het leuk vinden, dat het de moeite waard is. Dus nogmaals, doe je duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. Zo. Nou, hij is denk ik wel droog nu. Nou, ik ga hem hier dus opzetten. Een klein beetje laat ik hem over die andere heen lopen. Even kijken hoor. Zo, hier een beetje aan de zijkant. En dan duw ik hem hier op. Volgens mij is mijn mislukte stukje ook mooi weggewerkt zo. Nou, ik duw hem erop. Ik ga even kijken of dat hij goed zit. Altijd spannend. Ja, oh, een heel klein zwart ding. Nee, het zit erop. Oh, hier zit hij nog een klein beetje omhoog. Snel aanduwen. Oh, gelukkig. Nou, hij is gelukt. Ik ben echt super blij dat ik niet drie keer opnieuw hoef te beginnen. Maar goed, je ziet het dus, oefening baart kunst. Voor mij was het ook even lastig en bij mij gaat dit ook niet in één keer goed. Maar ik heb dan zoiets van, ik wil het gewoon kunnen en dan blijf ik gewoon doorgaan. En dan probeer ik verschillende manieren uit. Dan denk ik, moet ik het op een plakkende topcoat doen? Moet ik het juist met een natte nagellak doen? Moet ik het wat langer laten drogen? Ik heb echt verschillende maniertjes uitgeprobeerd en ja, uiteindelijk lukt het dus gewoon. Ik ga hier nog een topcoat overheen doen en dan laat ik je zo het eindresultaat zien. En tadaa, hier dan eindelijk het eindresultaat. Ik vind hem super leuk geworden. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Als je het leuk vindt, doe dan zeker je duimpje omhoog. Alle producten die ik in deze video gebruikt heb, dus de stempellakken, de stempelplaat en de gel polish, is allemaal verkrijgbaar via Bibi's Beauty & Supplies. Een link van die webshop staat onder deze video. Zoals altijd wil ik je natuurlijk weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je heel snel weer in de volgende video.